Nou, we hebben een modeshow in Sjaloos van meer dan 100 truien, iets van 130. Ja. En dat zijn de laatste truien die terug zijn gekomen na 10 jaar. Allerlei tentoonstellingen en presentaties door heel Nederland, maar ook in het buitenland. Van de truien van Loes Vreenstra. En Loes woonde vlakbij op de Tweede Canissenstraat. En nou ja, we dachten, wat is er mooier dan het project af te sluiten weer in Sjaloos. En dan de mensen uit de wijk de gelegenheid te geven om ook een echte Loes te kopen. Ik ga meedoen op de catwalk. Al die mooie heb je al een trui uitgekozen? Nee, ik ga er 4 of 5 showen. Ja, dat is het grote mysterie. Zelf zei ze altijd, dan rook ik minder. Want als je zit te breien, dan kun je niet ook nog je sigaretten ergens. Dus dat was haar theorie. Maar volgens mij werd ze er ook rustig van en ook op een bepaalde manier vrolijk. Ze kreeg van iedereen wolletjes en nou, daar ging ze mee aan de slag. Daardoor is het ook zo'n enorm bont verzameling geworden. Want zelden heeft ze zelf iets gekocht, ze kreeg alles. Dus ze was afhankelijk van wat ze van mensen kreeg. De drinkjes met de show, dames en heren. Tell him right. Hebben natuurlijk gigantisch ons best gedaan om destijds die trui te verkopen zodat Loes daar een inkomen aan had. En dat is aardig gelukt. In 2012 heb ik meer dan 600 truien gekocht voor 3.500 euro, zeg maar 5 euro per stuk. Met de belofte, elke euro die ik meer verdien, die gaat naar jou. En uiteindelijk is dat 17.000 euro geworden in een soort stukken van 3-4 jaar. En ja, nu dat laatste stukje, ja, dat kan ik haar niet meer uitkeren. Maar dat hebben we gewoon nodig om dit allemaal te organiseren. Ja, ze hebben ook een prijs. Hallo. Ja, ik heb een aantal hele mooie gezien. Ben je een trui kopen? Zeker weten. Zeker weten? Heb je er één gezien? Die? Ja, ik had er één gezien, maar ik twijfel nog eventjes. Ga je die kopen? Oh ja, met die zeker, ik heb eigenlijk een andere. Deze mooie trui. Ja, het is niet zozeer welke ik koop, maar hoeveel koop ik trui? Vliegfabriek ook een trui dan. Nou, de trui die ik op het oog had, zijn allemaal weg. We staan hier in de tuin bij het energiehuis aan de Heindijk. En u bent? Ik ben Sherida Baghloek, ben een bewoner van Rijhoort. En sinds een paar maanden ben ik eerst bezig geweest bij de heemtuin in Groot IJsselmonde. Alleen dat wilde niet zo vlotten. En toen ben ik hier bij de energiehuis gevraagd of ik hier aan de slag wilde door de gemeente. En dat wilde ik wel. Ik zag de voordelen er wel van in en het lijkt me leuk om dit samen met buurtbewoners nog mooier te maken. Om er een uitnodigende tuin van te maken. En dat de buurt er ook echt van kan genieten. Ja, want we hebben verschillende delen aan de tuin toegevoegd. We hebben een moestuin, daar kunnen buurtbewoners ook uit plukken. We hebben een bloementuin, daar kun je ook zo af en toe een bloemetje uit komen plukken. Verder hebben we nog een wilde tuin en zo willen we verder uitbreiden en kijken waar de wensen van bewoners zijn. Liggen. En dit is een koolgewas en je ziet maakt mooie gele bloemetjes en er zit ook heel vaak heel veel nectar in. Ja, ik dacht misschien kunt u wel nog wat hulp gebruiken of hoe zit dat? Ja, we kunnen hier zeker nog heel veel hulp gebruiken. De paanmeijer zit hier door de week ook, dus mensen kunnen ook door de week in de tuin komen werken. En kun je niet door de week, dan ben ik hier vaak in het weekend te vinden en dan kun je ook in het weekend komen helpen. Dus als ze interesse hebben, wat moeten ze dan doen? Dan kunnen ze een berichtje naar Ilona van der Laan sturen en dan kunnen ze zich aanmelden bij mij. Ilona is de wijknetwerker? Ja, wijknetwerker. En ze stuurt ook vaak de nieuwsbrieven en dergelijke door. Het is net een Lego plant voor mensen die dat nog niet kennen. Die kan je uit elkaar halen en die kan je weer netjes op elkaar zetten.
Wat zijn jouw hoogtepunten? De hoogtepunten, nou ja, dat was hier een woeste bende. En je kon ook niet echt door de tuin lopen. En mijn idee was, het moet een beleeftuin worden. En we hebben dus samen een pad erdoorheen gecreëerd. En de planten in verschillende vakken ingedeeld. Zodat het ook een beetje overzichtelijk wordt voor mensen van wat waar staat. En op die manier wordt het wel een beleeftuin, hoop ik. En moet die ook winterklaar gemaakt worden? Winterklaar maken van een tuin houdt eigenlijk in dat je niks moet doen. Je moet het gewoon zo laten, lekker woest. En dat is eigenlijk de meeste planten die we hier ook hebben. Daar hoeven we ook verder niks aan te doen. Oké, okay, nou dank je. Ik hoop dat veel mensen komen genieten en helpen ook. Dat hoop ik ook heel graag. We zijn bezig met de taalfaculteit en we hebben drie groepen en dat loopt heel goed. De taalfaculteit was heel even gestopt, want vanwege corona natuurlijk. En degene die het project leidde, die was ermee gestopt. En wij dachten, nou dat is super jammer, want er stonden dagelijks nog mensen aan de deur en dan overdrijf ik niet, het was dagelijks. Maar wanneer beginnen de taallessen weer? We zijn begonnen als vrijwilligers. Hebben we iedereen weer verwelkomd. Want de taalfaculteit is voor alle Pendrechtenaren die de taal willen leren. Ja. Iedereen is welkom. En dat is ook wat we terugkrijgen, hè, Mireille. Dat iedereen zich echt welkom voelt bij de taalfaculteit. En laagdrempelig taal aanbieden op drie niveaus. Dus we hebben een alfagroep. We hebben A1, dus iets gevorderd. En A2 bij Mireille. Dus die echt verder willen met de taal en er ook echt iets mee willen. De vlakke, de vlaghuis, betalen is een nee, auto. Is een kan auto. Kan auto. Alleen de huis en lamp en. Ja. En welke auto. Feeling van de bedrag van de. House. Ja, dingen. We zijn heel rijk aan culturen en dat maakt de taalfaculteit ook wel heel mooi en bijzonder. Want hoe wij de mensen de Nederlandse taal leren, leren wij ook heel veel van mensen over hun achtergrond, over hun cultuur. Dus het is taal leren op een hele gezellige en warme manier. De buurman. Ja, ik ben eigenlijk eerst als cursist en nu ben ik een beetje. ik help juf Siham met. Heeft u veel geleerd op de lessen? Ja, heel veel. En nu, en nu ben ik aan te helpen, niet als cursist. Vandaag zinnen gemaakt. Hè? Ja. We hebben een spel, dat heet het NT2 taalspel. En we hebben allemaal kaartjes met werkwoorden en dobbelstenen met persoonswoorden. En dan gaan we zinnen maken, hoofdzinnen, bijzinnen, verleden tijd. We doen niet alleen taal, we doen ook andere dingen. Dus we doen ook uitstapjes, maar we hebben thema's zoals nu met het gas. En we hebben ook een samenwerking met bijvoorbeeld de huiskamer hier aan de overkant. Ja. Van hoe je huis goed moet isoleren en dat soort dingen. En ook met Mimoen, die is veel met beweging bezig, dus dat doen we ook nog. Hoe kunnen mensen zich aanmelden als ze denken, nou dat is echt iets voor mij? Nou, dan kan je hier naartoe komen, we hebben inschrijfformulieren. Dan schrijf je in, maar op dit moment kom je wel op een wachtlijst terecht, want het loopt zo goed blijkbaar. We zitten echt vol, precies. Ja. Moeten de mensen er iets voor betalen als ze mee willen doen? Nee. De taallessen zijn gratis. Is Mireille een goede lerares? Ja, de beste, ja. Thank you, Tina. Alles goed? Alles goed. Jawel.
we staan hier op de braderie. Hoe is dit zo gekomen? Want het was wel last minute. Ja, nou ja, het is ook vanuit de ondernemers zelf georganiseerd. En eigenlijk in het bijzonder de ondernemer van Salon de Art of Style, Rob, die heeft het initiatief ervoor genomen. En we zijn al wat langer in gesprek hier met de ondernemers om ook te kijken van wat kunnen we hier nou verbeteren, wat kunnen we van elkaar verwachten om ook de Wolfaarsbocht weer een gezellige straat te maken, eigenlijk die het altijd was, maar dat is een beetje weggezakt. Dus vandaar dat het georganiseerd is, ook mogelijk gemaakt door een speciale subsidieregeling vanuit de gemeente. Dus waar normaal gesproken de ondernemers de helft zelf betalen en de helft de gemeente, wordt het nu dan volledig door de gemeente betaald. Dus ze hebben aanspraak gemaakt op die subsidie. Vandaar dat dit nu mogelijk is gemaakt. Ja, gaat goed. Wat doen jullie eigenlijk? We staan hier met de mobiele toezichtpost en we hebben hier van alles op tafel liggen. En als de mensen vragen hebben of iets willen melden, kan dat hier. Ja, het is redelijk druk hier. Veel vragen gehad, veel melden. Wat hoor je zoal? Veel verkeersoverlast eigenlijk hier in de straat. En daar hopen we echt wat aan te gaan doen. Handhaven. Handhaven, precies. En jullie hebben hier een speciaal kraampje, mag ik het zo zeggen. Wat doen jullie precies? Ja, wij willen eigenlijk ook mee in gesprek komen met de wijk. En sowieso denk ik dat het goed is dat we ook zichtbaar zijn als gemeente. Om ook eens gewoon een laagdrempelig in gesprek te komen met bewoners. Want ze moeten hier met stippen aangeven wat er beter kan of zo. Ja, dat is een van de manieren inderdaad. Dus we hebben een stip voor plaatsen die top zijn, plaatsen die flop zijn. En voor tips, dus wat kan er dan beter? En ik merk wel, mijn ervaring is dat het heel erg goed werkt om dat visueel te maken. Dus dat je die kaarten bijpakt. Kunnen mensen ook vertellen over de plekken waar ze komen, wat daar dan goed aan is. Of plekken die slecht zijn, die beter kunnen. Wat vind jij nou top en wat vind jij nou flop? Nou ja, ik vind wel top dat ze nu eindelijk de parken weer wat gaan doen. En flop, ja. Dat ze die keten weghalen, die speelketen. Duim erop en zo. Dat is echt een grote flop. Top is sowieso, het groen wordt heel vaak genoemd. En dat is tegelijkertijd ook een tip. Dus bijvoorbeeld de Begroense Vliet is een van die plekken die vaak wordt genoemd. Het Karel de Stoutenpark. Flop, toch wel onveiligheid vaak. Verlichting ontbreekt soms. Hard gereden, heel veel hard gereden hier in de wijk. Overlast van bedelaars. Dat zijn wel dingen die genoemd worden als flop. En je weet het, al kom je hier voor een half uurtje, in het café het half uurtje. Je bent altijd welkom. Gezelligheid, krijg je tijd. Hallo! Precies op tijd.